Je gaat straks, net als de andere, column voorlezen. En wij kennen elkaar al ietsje langer en ietsje beter, want je publiceert soms ook in Vonk, de term bij de Volkskrant wat ik mag maken. En afgelopen zaterdag stond er ook een groot verhaal van je in. Dus ik zou je willen vragen om eerst daar één klein fragmentje, wil je dat doen? Uit je voor te lezen? Ik heb het hier. Om zeer. Oh, je kiest wel een sensatie. Gealarmeerd door het geruzie en gedreun van mannen die met elkaar op de vuist gaan, storm ik de woonkamer binnen. Daar staan ze, mijn vader en mijn broer, met de koppen tegen elkaar als steenbokken. Moeder haalt de longen uit haar lijf, zegt dat de waanzin moet stoppen. De mannen lijken het niet te horen. Nog voor ik wat kan doen, ligt vader op de grond, onderuit gehaald door het rechterbeen van zijn zoon van 18. Je moet me niet kleineren, want dan krijg je dit, zegt de zoon. Zelf nog het meest geschrokken. Vader huilt. Waarom niet? Ben ik dan niet je vader? Ik mag je zelfs vermoorden, weet je dat dan niet? Ja, sorry, ik mag Is er nog iets te vertellen door kinderen van migranten over die geschiedenis of achtergrond? Nou, dit is best wel een persoonlijk verhaal natuurlijk. En ik kan, ik weet niet of er mensen zijn die soortgelijke verhalen hebben meegemaakt. Maar wat ik wel hoor van mensen die dat dan niet publiekelijk laten merken, maar ik krijg dan persoonlijke berichten van mensen die heel erg opgesloten zitten in een groep, een gemeenschap. En ze verlangen er ontzettend naar om daar uit te breken. En ze worden gek, dat gevoel, dat zeggen ze, dat communiceren ze ook, van de gevangenschap die helemaal is doorgedrongen in hun eigen hoofd. Ze horen zichzelf tegen zichzelf razen. Omdat ze willen er uitbreken, maar ze kunnen het niet, ze weten het niet, ze weten niet hoe. En zij denken dan dat wanneer ik op Facebook bijvoorbeeld heerlijk vrij allerlei dingen uit. En dat zeggen zij dan, dat liken zij in hun binnenste. Nooit door een klikje op de I like knop. Er wordt intern geliked. Precies. Zij denken dan dat ik kennelijk heel vrij ben opgevoed. En ik denk dan zo, no way. Dat is niet zo. Dat heeft mij ook een beetje geïnspireerd om de radicale openheid op te zoeken. Om niet toch een beetje een soort van angst voor schaamte en schande bepaalde dingen te verzwijgen. Om echt radicaal open te zijn. Maar schrijf je dan dus niet meer in de eerste plaats omdat het mooi werk moet zijn, wat nog iets toevoegt aan alles wat al bestaat, maar vooral met een soort functie die je voor mensen hebt? Nee, schoonheid moet er, ik zie mijzelf in eerste instantie als schrijver. Dus ik leg mezelf natuurlijk wel een bepaalde ambitie op. Ik leg de lat wel steeds hoger om steeds betere teksten te schrijven. Het is bij mij niet alleen maar vorm. Ik wil dat de inhoud ook wel degelijk daarheen gaat waar nog veel te bespreken valt. In ieder geval. In de openheid. En als je Jamal hoeft te zeggen van weet je wel, het heeft misschien niet zoveel zin meer, die dingen die te maken hebben met die immigratie, geschiedenis, ouders, familie, daar is misschien niet veel meer aan toe te voegen. Zet dat je dan aan het denken? Brengt dat je aan het twijfelen? Nee, maar helemaal niet. Nee, ik snap het wel. En dat essay destijds van Avid Bouazza, dat vind ik op zich, daar stemde ik mee in. Ik vond het sowieso een prachtig stuk literatuur wat hij toen schreef. Maar ik merk zelf dat ik wanneer ik, als ik bijvoorbeeld, een heel concreet voorbeeld, ik schreef een keer een tekst en daar kwam Amin Malouf in voor. Dat is een schrijver van huis uit Libanees, maar hij schrijft in het Frans. Echt al decennia. Hij heeft al te werken op zijn naam staan. Maar ik verwees naar hem en ik dacht ineens van, het is een
Het is een Libanees van huis uit, maar hij schrijft in het Frans. Ik kan zeggen, ja, het is de Franse schrijver Amin Malouf. Maar toch voelde dat niet helemaal compleet. Ik dacht, nou ja, nee. Iets in mij verlangt ernaar te weten wat die naam precies inhoudt. Ik bedoel, Amin Malouf klinkt Arabisch, maar is het een Algerijn? Is het een Libiër? Is het een Egyptenaar? Is het een Syriër? Ik had die neiging om dat te weten. En ik dacht, nou ja, dat zal de lezer vast ook wel willen weten. Dan maak ik maar Frans-Libanees van. Dus het is niet zo, het zegt verder niet zo heel veel, denk ik. Het is gewoon een stukje informatie. Ja, maar het zijn wel beladen stukjes informatie, toch? Want met die informatie komen hele beelden mee met de meeste mensen inmiddels. Ja, nou ja, goed. Door hoe ik het doe, is het weer een stapje verder, omdat het dus echt persoonlijk is. Maar het is niet omdat het, zoals Roel Heertje het al zei, het is niet omdat ik Marokkaan ben dat ik dit soort verhalen kan vertellen. Ik zie het veel groter. Ik zie dit verhaal als een protest tegen het patriarchaat, tegen patriarchale culturen, waarin mannen de dominante cultuur vormen en die ook overdragen. Ja. Dat is breder dan een Marokkaanse. Precies, ja. En dat heb ik meegekregen. Ik kan daar uit eigen ervaring kan ik daarover meespreken. Ja. Je zei ook heel secuur van hele positieve reacties die je dan kreeg, een beetje heimelijk. Zei je ook heel secuur mensen die in een gesloten gemeenschap zitten en daaruit willen. Dus ook dat is breder dan Marokkanen of. Ja, precies. Maar goed, ja, het valt niet te ontkennen dat Marokkaanse gemeenschap, of de Marokkanen in het algemeen, uit een patriarchale cultuur stammen. En dat geldt voor Algerijnen net zo, dat geldt helemaal tot aan Iran, misschien Pakistan, Afghanistan, helemaal tot daaraan toe. Wat is er eigenlijk zo verkeerd aan die patriarchale cultuur? Even in een notendop. Op zich is er niet zo heel verkeerd aan. Het is alleen dat, zoals Wilders het vroeger altijd zei, het gaat om de uitwas van de kaart. Dat is wat er. Wat zei hij? Nou, het is eigenlijk best wel een hele lullige positie wat die mannen opgedrongen wordt. Maar het is niet dat zij het nou zo vol liefde doen. Het is pure plicht. En zij weten zelf vaak ook niet beter. Het is geen ideologie voor ze die ze zo graag aanhangen. Vaak kunnen ze gewoon niet beter. Of anders. En je hebt ook eens iets geschreven waarin je er zelf niet helemaal vrij van bleek. Je beschreef een ontmoeting met een Nederlandse politieagent of een vrouwelijke politieagent hier. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik fietste over de stoep. En dat is in Rotterdam, ik woon in Rotterdam. En ik weet niet waarom, het was een soort koninginnedag of zo, dus het was druk. En ik dacht, nou ik fiets over de stoep en dan hoef ik niet door die drukte heen. Maar ja, daar wandelde dus een vrouwelijke politieagent. En die riep mij ter verantwoording. En ik was heel braaf, ja natuurlijk, ja, nee, sorry, ja, mijn schuld. In de hoop om een boete te voorkomen. Maar terwijl ik doorfietste, en zij riep mij ook op een bepaalde manier te verantwoorden, op een gezaghebbende manier. Ja. En zo van, waar gaat dat heen, jongeman? Ga er eens even snel af, en snel! Weet je wel, op zo'n toon. En achterlijk denk ik, jongen. Het schuurde in me dat die vrouw zo tegen mij durfde te spreken. Dat ze zo'n toon durfde aan te stellen. En nou ja, toen ben ik dat gaan analyseren voor mezelf. Waar komt dat vandaan? Ik heb een Nederlandse vriendin en zij fungeert als een soort van klankbord om mijzelf een beetje in een kritisch licht te zien. En ik legde het voor aan haar, dat verhaal, en wat ik daarbij voelde. Zij zei, nou belachelijk zijn, dat is echt gewoon dat jij dus die opvoeding hebt die je hebt meegekregen. En dan moest ik haar gelijk geven.
En dat gebeurt wel steeds vaker. Dat zijn toch een paar. Dat zij gelijk heeft. Dat zijn mij helpt om bepaalde dingen in te zien. Ja. Die radicale openheid, want ik mag dat een klein beetje meemaken. En inderdaad worden jouw verhalen steeds intiemer. En jij geeft daar steeds meer in van jezelf prijs. Je hebt net uitgelegd waarom. Is dat nu. Maar zie je daar een eind aan of is dat nu een soort weg die opgaat van nu ga ik ook alles naar buiten brengen, hoe intiem ook? Het is wel een weg die ik echt ben ingeslagen en ik merk ook dat dat gewoon een kracht is. Je kwetsbaar opstellen lijkt heel eng, maar eigenlijk voel ik me er alleen maar sterker door. En dat is een weg die ik eigenlijk al ben bewandeld vanaf mijn 20ste of zo, om niet mee te gaan in doen alsof. Dat wanneer mensen zeggen, toen al als mensen aan mij vroegen van doe je mee met Ramadan of bidje of wat dan ook. Dat heb ik namelijk zo lang gedaan, doen alsof, liegen, dat ik dat op een gegeven moment gewoon helemaal dood en doodziek was. En waarom word je sterk van intimiteiten prijsgeven? Want mij net zo over opvoeding zijn, is juist geleerd, dan kun je ze pakken, hè? Dan ben je ergens op te pakken als je dingen prijsgeeft. Ja, nee, het waarom word je daar sterk van? Nou, ik hoef niet mij anders voor te doen dan ik ben. Het moet dus echt gerelateerd worden aan de jaren dat ik toch een soort van hypocrisie in stand hield. Dat ik me braver voordeed dan ik was, of in ieder geval anders dan ik was. En dat ik daardoor zelf gewoon in de war door raakte. Er zijn inderdaad lovende reacties op de stukken die je schrijft en op je werk en op je columns. Maar ook negatieve reacties. En sommige daarvan hebben een beetje als strekking van ja, jij bent precies het soort Marokkaan, ex-moslim, allochtoon, dat gepruimd wordt, hè, in de media. Door mij, door klanten. Misschien wel een beetje die zelfkritische waar het in het begin over ging. Wel iets minder heftig of politiek. En je laat je exploiteren eigenlijk. Zou dat aan de hand kunnen zijn dat ik jou exploiteer? Nou, nee, maar ik hoorde net dat mijn stuk bijvoorbeeld morgen niet in de krant komt. Ik geloof daar niet zo in. Ik heb niet het idee dat iemand mij stuurt. Wanneer ik het gevoel heb dat ik iets schrijf wat echt integer is. Dan doet het er eigenlijk niet zo toe of de opdrachtgever een jood of een atheïst of een vrouw is. Als ik het gevoel heb dat het integer is, dan laat ik het. Dan hoef ik het niet meer te verdedigen. Maar is dat niet een beetje te makkelijk? Want misschien vind ik jou wel interessant vanwege dat conflict, vanwege het afstand nemen tot die gemeenschap. Hè? Brave moslims, je zei zelf, ik heb een braaf voorgenomen, maar brave moslims, die mogen misschien veel minder stukken schrijven als ze gewoon schrijven, nou, ik word er nog lekker bij. En ik geloof er heel erg in. Zo heb ik mijn leven op orde. Maar dat ontken ik niet. Ik ontken niet eventuele beweegredenen bij de opdrachtgever. Ik heb het over dat ik mij persoonlijk daar niet door laat beïnvloeden. Niemand heeft mij opdracht gegeven om deze stukken te gaan schrijven. Trouwens, het is ook niet zo heel nieuw meer hoor. Want ik debuteerde met de Dagen van Shaitaan. En dat ging een beetje over dezelfde thematiek. Over vader-zoon-relatie, geloof. Dus het is niet... Ik ben echt een beetje oude meuk in de krant. We gaan afsluiten met jouw column, die inderdaad niet in de krant staat morgen, dus extra goed opleggen. Maar jullie behoren dat tot een zeer exclusief gezelschap. Ja, precies. Zij het dan eens. Ja, ik heb... De reden dat ik dit stukje heb geschreven, is omdat... deze zomer, augustus, las ik een stuk in een Engelse krant, de Daily Telegraph. En het is een beetje een sensatiekrant. En het ging erover dat op het strand van Brighton Beach, daar was een koppel
gewoon een klaarlichte dag, die was daar aan het neuken. En nou ja, het was dus gewoon waar gezinnen bij zaten. Hè? Gewoon ouders, en die ouders, die gelijk hun handen voor de ogen van hun kinderen natuurlijk, want dat mochten ze niet zien. En het was echt die mensen kregen ook een boete van de politie. Maar ik dacht ineens van de klacht die je over dit soort mensen hoort is doorgeslagen vrijheid. Ik dacht, kun je eigenlijk, dat geldt dan voor zeg maar westerse landen, doorgeslagen vrijheid. En Nederland misschien wel voorop daarin. Maar ik dacht, zijn er misschien landen waarin je kunt spreken dat er een soort van doorgeslagen religie is? Toen dacht ik, ik kan me herinneren, in Tanger in de jaren 90 was ik daar met vakantie. En daar had je acties, onaangekondigde acties van radicale moslims. En die gingen dan in grote groepen, gingen ze midden tussen de mensen op het strand bidden. Toen dacht ik, dat is misschien wel een vorm van doorgeslagen religie. En dat heeft me geïnspireerd tot deze kom. Het heet Porno Bevrijd. Ik wil het hebben over de pornificatie van de wereld. Wat een bevrijding dat is. En wat een duisternis als je het ontbeert. Alle mannen kijken porno en dat is maar goed ook. Ik geloof dat porno bijdraagt aan de emancipatie van de vrouw. Zonder porno zou de man de vrouw keihard onderdrukken om te laten zien wie de baas is. De meeste vrouwen snappen dat niet. Ze zijn meer van de romantiek. Ze vinden porno smakeloos, barbaars, ontluisterend. Dat is het natuurlijk ook. Maar mannen vinden het lekker. Mannen zijn onderdrukkers, verkrachters, plunderaars. In 2004 kwam Mel Gibson met een pornofilm uit. The Passion of the Christ. Centraal staat het lijden van Christus. Dat wordt ons expliciet getoond in de vorm van geteisterd mensenvlees. 2 uur lang. Wat is het expliciet tonen van geteisterd mensenvlees anders dan porno? Zou Mel Gibson porno kijken? Ik denk het wel. Maar te weinig. In de jaren 90 verschenen op de stranden van Tanger, in Marokko, groepen mannen die anders waren dan het doorsnee strandpubliek. Ze droegen jalaba's en grote baarden. Te midden van de badgasten gingen ze staan bidden. Het waren onaangekondigde demonstraties met geen ander doel dan mensen van het strand te jagen. Bidden is de blik naar binnen keren, contemplatie. Maar wat zij deden, was helemaal niet de blik naar binnen keren. Wat zij deden, was voor de kick. Zoiets als op klaarlichte dag in de open ruimte gaan liggen ketsen en dan zien wat er van komt. Ontluisterend is het. En ontluistering is porno. Zouden deze bebaarde mannen porno kijken? Ik denk het wel. Maar gecompliceerd. De Arabische geschiedenis is één groot Oedipus-complex. Een aaneenschakeling van onderdrukking en rebellie. Van vader- en kindermoord. Van impotentie en viriliteit. Van aantrekken en verstoten. Kent u de mythe van Oedipus nog? Hierin komt een raadselachtig wezen voor. De Sphinx. Dat even geile als monsterlijke dier terroriseert de stad Thebe met een raadsel. Welk schepsel loopt 's ochtends op 4, 's middags op 2 en 's avonds op 3 benen? Iedereen die het raadsel niet raadt, gaat eraan. Maar Oedipus kijkt naar zichzelf en zegt: de mens. Zo bevrijdt hij Thebe. De vrijheid van de mens ligt dus besloten in de erkenning dat hij menselijk is. Het komt erop aan zijn lusten niet te onderdrukken, maar zo goed mogelijk te kanaliseren. Kortom, porno kijken. Wat is porno anders dan geweldloze plundering? En nu komt het. De Egyptische salafist en ex-Taliban Murgan Salam al-Gohari kijkt helaas geen porno. Hij is een gewelddadige plunderaar. Hij roept op tot de gangbang van wereldberoemd cultureel erfgoed. Tot de vernietiging van de Sphinx te Giza.
Dat deed hij 10 november jongstleden op de Egyptische televisie. Meneer Al-Gawahiri heeft zijn reputatie oog te houden. Toen hij nog bij de Taliban zat, heeft hij ook meegedaan aan de gangbang van de Boeddha-beelden in de Afghaanse Bamyan-vallei. Daar is weinig meer van over. We hebben het dus over iemand die niet alleen in woord, maar ook in daad choqueert. Ik vind het bijzonder treurig te zien dat mannen mooie dingen kapot maken in plaats van porno te kijken. Het feit is namelijk dat de Sphinx kapot moet omdat meneer Al-Gawahiri geen porno kijkt. Dank u voor de aandacht.